Ik was 14 of zo, 15, en ik zat in een voetbalteam. Ik was altijd verdediger. En dat was ook voor een goede reden, want ik kon niet echt goed overweg met de bal. Ik kon hem doorpassen en dat was het. En mijn taak was gewoon om de aanvallers gewoon weg te duwen en de bal af te pakken en weg te schieten. Maar op een dag leek iemand het een goed idee om mij als spits te zetten. Dus dat ging op zich wel redelijk. Alleen toen had ik een kans. Ik had de bal en het was open goal. En ik werd iets te enthousiast, dus toen schopte ik de bal vol over. En daar denk ik vaak op terug. Dat is echt een moment dat ik denk, dat zou ik wel over willen doen.